Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Zo doe je dat. Hij raakt hem met zijn hoofd. Wordt dit een doelpunt? Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Ja, en nu? Dat schept mogelijkheden. Wat gaat hij doen? Op zoek naar de opening. Ploeggenoot. Dat ziet er veelbelovend uit. Wat een waanzinnig schot. Ja! Ja, en nu? De scheids heeft het gezien. Wat doet hij? En we krijgen een combinatie te zien. Jammer, recht in de muur. Ziet er gevaarlijk uit. Kijken wat ze met die corner kunnen. Hij probeert het met zijn hoofd. Stop de eerste. Weer gered. En hoekschop. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Hij kopt de bal. Hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Die ging hard. Doet hij goed. Dat van Paul, hoor. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Voorzet geeft kans. En het gevaar is geweest. Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Juist. Nee, niet zo. Dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens over. En dit is natuurlijk een goed. Doet hij goed. Wat een misser. Zeg dat wel. De coach heeft nu een andere tactiek. Die stond achter. En dan moet je wat doen. Wat zou hier nu de bedoeling van zijn? De coach heeft alle drie zo. Ik denk dat hij niet verder kan, Juri. Nee, dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me echt een blessure. Ze staan achter en moeten dus wat doen. Een extra aanval aan het veld brengen. Dat lijkt wel logisch. Ja, en nou die ballen naar voren peren. En dan hopen dat er een doelpunt uitkomt. Steun van een aantal medespelers. Ja, en nu? Hij dringt door tot het strafschopgebied. Met de tegenstanders nu in balbezit. Goeie paas. Ja, en nu? Hij krijgt hem op de zon. Doelpunt. Ze zijn terug in de wedstrijd. Vlak voor tijd. De gelijkmaker. En wat een moment om hem te scoren. Ja, geweldige wedstrijd. Hè? Dat is slim uitgespeeld. Oh, gestopt. Uiteindelijk is de wedstrijd in een gelijkspel geëindigd, maar het wedstrijdverloop was er zeker niet naar. Nee, als je kijkt naar zeker die ene ploeg met het meeste balbezit, ja, dan hebben ze toch een hoop laten liggen vandaag, Evert.